de motorpodcast passie voor motoren met Dennis QC en Peter Kroon. Bonusaflevering nummer 4 met natuurlijk heel motorverhalen weer. Ja, veel gereden, veel beleefd, veel reacties op de vorige aflevering met uh, Moto Ginji. Ik wel goed zeggen. Heel veel mensen vonden hem leuk. Heel veel mensen hebben er ook echt naar uitgekeken van eindelijk was hier. Ik heb genoten van je podcast. Mensen, gaan gelijk luisteren was weer top. Duimpje omhoog. Heel veel nice nice nice. Dus uh, Motor Ginji is in de smaak gevallen. Goed om te horen natuurlijk. En hij had ook wel leuke avonturen beleefd. Hè? Over die, uh, dat, dat wippende stelletje in de auto bij de Maaslandkering. De en en uh, hoe is het mogelijk hè, dat je dan uitgerekend uh, dan langsrijdt met de, er de precies Motor rijdt. Ja. ja, dat is uh, wel, uh, wel apart. Mocht ja. je nog niet hebben beluisterd, aflevering 33 Motor Ginji zeker even even checken. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast. app. En uh, aflevering 32 met chemene. Uh, Smedden van Hoogstraat. Ja. Die had een uh, mooi verhaal, uiteraard ook. En zij zei op een gegeven moment: Alle motorrijders moeten tenminste één keer of moeten vallen. Gewoon een keer. Het is niet de vraag of je gaat vallen, maar, maar wanneer, het, je, wanneer valt? je valt. Nou, ik was bijna aan de beurt. Serieus? Ja, ik heb even een, uh, een minder positief motormoment. Ik was bij een uh, ja, soort boekpresentatie geweest, s'avonds laat, in de buurt van uh, Volendam. En uh, ja, ik moest terug naar huis. Ik woon in het midden van het land. Dus um, ja, provinciale weg is dat dan, van Volendam richting de ring van Amsterdam. Ja. Hartstikke donkere weg. 80 kilometer geloof ik. Ja. 80 kilometer. En het begon op een gegeven moment echt hard te regenen. En op dat stukje waar op een gegeven moment ook die bankovervallers uh, uh, het weiland ingereden zijn, hè, bij Broek en Waterland, waar ze nog steeds 4 miljoen vermies, hè, van mis die, van die buit. Nou, op datzelfde stukje ging ik per ongeluk uh, van de weg af. Het begon echt zo hard te regenen. Maar echt ook de berm in? Ja, de berm in. Okay. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik kon echt geen hand voor ogen meer zien. En het was echt uh, bar en boos. En uh, links stuiterde alle kanten op. En ik dacht van nou, nou ga ik. Hè. Dit, dit, dit was hem. En ja, eigenlijk door toeval kwam ik dus weer, wel weer op de, op, op de weg terecht. Dan moet ik natuurlijk hier in de motorpodcast zeggen, door excellent uh, stuurmanskunst <laughs> draaide ik hem weer op Tuurlijk. de weg. Maar het, het, het was toeval. Maar heb je daar. Heb je, daar uh, je had geen boom of zo tegen moeten nee, komen. Nee, nee, dat nee, was het hele nee. goed afgelopen. Nou, ik dacht eventjes dat ik in, de, in het donker, want het was echt gewoon heel slecht te zien. Ik dacht dat er een bushuisje stond of zo. Ik denk, nou, als ik daar tegenaan ga, dan is het gewoon klaar. Hè? Dan, uh, want ja, ik denk dat ik 70 graden of zo. En uh, op een gegeven moment toch vol in de remmen. Maar dat ding stuiterde behoorlijk. Ik heb natuurlijk best een lompe motorfiets. Dus dat ging alle ja. kanten op. En, nou, het, het ging net goed. En, uh, maar ik heb wel eventjes daarna heel voorzichtig richting de ring rond Amsterdam gereden. Die dan weer wel goed verlicht is. En ook met, met vreselijke regen. Ja, uh, ben ik zo dus toch nog wel uh, goed naar huis. Uh, maar jij niks en de motor niks? Nee, uh, ja, uiteindelijk uh, geen, geen deuken, krassen of wat dan ook. Maar het, het, het ging wel even behoorlijk te keer. Dat ik echt even dacht van nou. Hé, als ik nu. Uh, ja. Had ook heel erg fout kunnen gaan. Dat had echt. Uh, heel ja, erg ik fout hoop het nog even gaan. uit te stellen, Simone, Ik ben het niet, uh, nog niet met je eens. Ik hoop nog heel lang uh, het moment van het ongeluk. Ja. voor me uit te schrijven. Ja, het zal ooit misschien wel een keer gaan gebeuren. Maar als je dan nog geluk hebt, zoals jij. Nou ja, het hoeft dus nu geen vreselijk ongeluk te zijn. Maar het schijnt dus gewoon zo te zijn dat je. Uh, ja, nou misschien was dit dan mijn. Uh, dat is eigenlijk mijn tweede keer. Ik ben al eens een keer eerder echt gevallen in een bochtje, waar ik me eigenlijk een beetje voor schaam, omdat ik dat gewoon te ja. lullig deed en en onderuit ging, niet met deze motor, maar met een andere. En uh, maar goed, uh, ja, het overkomt je dus een keer. Zou je dan nu niet een, uh, hoe heet het, veiligheidstraining of zo willen doen? Ja, ik, Want die zijn ik, er, hè? Ja, ik, ik denk nog altijd, en dat is natuurlijk heel erg verkeerd om te zeggen, maar ik denk dat ik best wel redelijk kan, ja. en of ik nou door door zo'n veiligheidstraining ja, het, het was gewoon pech. Ik denk ook dat als je een, een ongeluk krijgt of het gaat bijna mis, dat het gewoon een gevalletje van vreselijke pech is. In mijn geval ja. dit keer ineens een enorme hoosbui, slecht verlichte weg. Die combinatie en dan ga je bijna. Toch, ik weet niet meer wie het erover had, maar die zei van ja, je moet al trainen. Want op het moment dat je het, uh, dat je het nodig hebt. Dan ja. is het handig om te weten wat je moet doen als je in de slip raakt of als je, weet ik veel, van de weg af raakt. of whatever. Ja. ja, er zit wel wat in ja. natuurlijk. Ik, bedoel, ik zal het niet ontkennen dat als je goed geoefend hebt, je hebt van die speciale training ook op nat wegdek. En dan uh, kijken of je ja, ja. kunt slippen met de motor. Je hebt zelfs motoren met dan doen ze het met zijwieltjes. Hè? Zie je? Een soort zijwieltjes staan, dat heb ik wel eens gezien. En dan, uh, ja, dan, dan, dan even vol in de remmen op een natte weg. Kijken wat er gebeurt. Je kunt toch niet vallen. Want je blijft op die zijwieltjes hangen. Ik weet wel dat ik heb een keer met de auto gedaan. Zo'n zo training. En als je dan voor het eerst remt. Van ja, eh, hard remmen. Op zo'n natte baan. Dan denk je nou, nou. Doe maar eventjes toch voorzichtig. En dan zegt de instructeur echt nee. Volledig remmen. Want je hebt ABS en allemaal remtechnieken. En dan, eh, dan merk je wel hoe veilig je eigenlijk bent in zo'n auto. Ja. En zeker als je een motor hebt met ABS. Is het ook wel eens een keer goed om gewoon eens een keer te voelen. Wat het maximale effect van, dat, van die ABS kan zijn. En wat je dus gewoon kunt, veilig kunt remmen. Ja, nou dat heb ik wel eens geprobeerd. Met deze motor ook. Hè. Die heeft ook ABS die ja. ik nu heb. Maar uh, ja, dan gaat er wel de boel. Bo 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 gaat die even zo over de weg. Maar ja, ja, je, blijft... je blijft wel overend. Ik ja. blijf wel overend, dat wel. En er zit ook bochten ABS op. Maar daar vind ik toch een beetje link om dat nou eens even te gaan proberen. Ja. Hoe ver je daarmee... Met je, is je eigen heen. motor. Ja, nee, dat is... Uh, maar goed, en uiteindelijk is het goed afgelopen. Niet te lang bij stil blijven staan natuurlijk. Gewoon door. En, uh, maar ja, ik heb wel even... Ik had wel even een schrikmoment hoor. Ja. Ja. Echt wel even... Uh, nou goed. Misschien moeten we het een keer over hebben over die, over die uh, trainingen. Is, uh, wat hebben we verder beleefd? Uh, vakanties. De vakanties zijn geweest. Veel heb jij op vakantie ja, gereden? gereden? Nee, op vakantie niet. Ik was in Zuid-Frankrijk. Uh, een gewoon lekkere relaxvakantie. Dus niet op de motor, ook geen motor gehuurd of zo. Maar wel gewoon heerlijk genoten. Want wat je daar ziet rijden is echt bizar. Allemaal lekkere korte broekjes en hooguit een helm op. Maar uh, ja, de, de ene motor naar de andere motor over de boulevard. en uh, dat is echt wel het weer daar natuurlijk om lekker te genieten en lekker in de korte broek op de motor te zitten. Daar vinden we natuurlijk allemaal wat van op de korte broek of in de korte broek op de motor. Maar uh, nee, nou, je wat, veel wat, in Nederland gereden. Wat, wat vind jij daarvan? Als je ja. nou echt in Zuid-Frankrijk en je gaat alleen over die boulevard met hooguit 25 en echt niet harder, waarom zou je dat dan toch niet eens een keer lekker in een korte broek doen en ja, een ik beetje? Ik ben dan toch misschien de heilige boon die pas drie jaar zijn rijbewijs heeft, maar ik zou dan toch wel denken: ja, koop dan even een jasje, koop dan toch even een veilige broek. En natuurlijk is een motorjeans ook warm. Ja. Maar je gaat vast niet de hele rit 25 kilometer per uur rijden. Nou ja, ja, ik, en ook sneakertjes, weet je wel. Als je ja, ook, ja, ja, is ja als je zit niet voor niks. Enkelbescherming om. natuurlijk in motorschoenen en motorlaarzen. Dat zit er wel dat is met een fix. Nee, nee. Dus, uh, maar ik snap ook dat als het 25, 35 graden is, dat je dan denkt: ja, laat maar eventjes hangen dat uh, motorpak. Maar, uh, en het is ook in Nederland nog steeds niet verplicht. Ik weet niet wat de regels in Frankrijk zijn, maar in Nederland is het alleen verplicht om een helm op te hebben. Ja. En ook hier afgelopen zomer denk je toch soms van ja, dan rij je 80, 90, 100 en dan toch uh, simpele Nikes eronder. En iedereen moet vooral doen wat hij zelf wil. Maar ik denk dan, ja, ik trek dan toch liever mijn motorpak aan. Ja. Dus net even, net even. En ik, ik vind het ook verschrikkelijk hoor, als je met 25 graden met zo'n uh, met een motorjas aan zit. En dan uh, denk ik ook van ja, ik heb een doorwaaijas nodig. Maar ja, dan moet je niet net zoals ik aan het einde van het seizoen een doorwaaijas willen kopen. Want die zijn dan uitverkocht. Ja jij dan? Nou, ik ben naar een gebied geweest waar zelfs, uh, nou, officieel is er helmplicht, maar niemand kijkt daarnaar. Er is geen motoragent of politie die je aanhoudt als je geen helm op hebt. Waar was je? Ik was uh, in het Nederlands gebied, nota uh, op bonaire. Dat is officieel een gemeente van Nederland, maar dan gelden daar toch de Nederlandse verkeersregels. Zou je zeggen, maar dat wordt niet gehandhaafd. Okay. Dus uh, als je daar rondrijdt, oh, zelfs met een slokje op. Ja. Dat is echt, uh, daar kom je mee weg. Maar in ieder geval, uh, daar was ik dus en met uh, toeval, ik, ik was er gewoon naartoe, ook net als jij, van luiervakantie, aanvankelijk, hè? gewoon lekker niks doen. Uh, maar daar was toevallig toen ik er was uh, de dag van Bonaire, de dag van de vlag, dia uh, die Bonaire. Dat is een feestdag of zo? Dat is een soort feestdag. Ja. En uh, waren van alle andere eilanden die er omheen liggen. Dus uh, Curaçao, uh, Aruba, benedenwindseilanden, eilanden. Maar zelfs ook van de bovenwindseilanden, eilanden. Uh, Sint Maarten en uh, is het? Uh, Sint Eustatius. Daar kwamen zelfs ja. motoren vandaan. Die jongens die hadden die motoren ingepakt in speciale kratten. En uh, speciale containers waar ze naar het eiland toe gaan. Ho. Een week van tevoren al. Dus het hele eiland was vol met... Uh, vooral Hardy Davidson motoren, ook wat uh, Indians en andere grote bakbeesten. Hè? En die gingen daar op maandag. De maandag van uh, dag van de vlag. Uh, Dia Die Bonaire. Gingen ze een soort ride-out doen. En ik ben er natuurlijk ook even bij geweest. Ik heb niet meegedaan met die ride-out. Ik ben wel even een stukje gaan rijden met een motor. En ja, ik heb toch echt gewoon in een korte broek erop gezeten. En alleen. Teenslippers aan. Dat is wel overigens wel link. Als je je voet op de grond zet, ja, ja. klapt de uh, teenslipper om. En uh. zitten er meteen steentjes in je uh, teen. Ja. Dat is wel pijnlijk. Uh, ik snap goed, het hoor, als het 30 graden is of warmer. Ja, en... het, was, het was daar denk ik wel 34 graden. Dus ja. En nog ietsje heter was. Maar in ieder geval, ik heb daar uh, voorzichtig rondgereden. Overigens, de topsnelheid met een paar andere gasten daar ook. Niet meer dan 30 mijl. Is een mijlenteller op dat mm -hmm. ding? Dus ja, wat is 30 mijl? Uh, dat is uh, misschien 50 kilometer. Geen idee. Zoiets. Dus uh, ja, dat. Uh... Maar hoe is het rijden dan qua wegen? En... Nou, de wegen zijn ook nog eens een keer vrij slecht. Maar op een gegeven moment weet je wel een beetje waar de kuilen en de gaten zitten. En dan zijn het echt kuilen uit de categorie. Voorwiel verdwijnt er zo wat in. Oh. Het zijn echt flinke gaten. En als het daar geregend heeft, een paar regenbuien gehad, dan wordt alle olietroep troep die op de weg ligt. Wordt soort van geactiveerd en oh ja, is het ook ja. nog eens een keertje glad, ja. Dus het is niet echt aan te raden om daar te gaan rijden. Ik heb een stukje gedaan, gewoon een huurmotor, gewoon voor de lol. Maar uh, ja, het, het, het is niet echt veilig. Maar ja, daar is het wel ook zo warm dat je alleen in een t-shirtje... Tenminste, ik ga dan alleen in een t-shirtje. Ja, ja. ik, ik, ik snap het ook wel. Ik had zo'n pothelmpje op, zo'n half helmpje, zo'n braincapje. Nou ja, als je daarmee onderuit gaat en je komt met je achterhoofd op, de, op het asfalt, ja, niet denk ik. Dan, dan is het ook gewoon nee. niks, hoor. Maar uh, die zet ik ook af en toe nog eens even af, omdat ook dat nog vrij warm was. Dus ja, ik, ik heb daar gewoon een beetje rondgekacheld. Uh, op zich was het wel uh, heel lekker, al realiseer je wel, nu moet ik niet vallen. Nee, maar ja. Ach, Gelukkig is dat daar niet gebeurd. Als je een boom tegenkomt en je hebt een. Uh, ook, ook heb je het beste pak aan zonder airbag. Overleef je een boom ook niet. Dat is zo, toch? Maar um, ik realiseer me dat wel um, altijd. of Tenminste, ik, uh, ik hoorde pas een keer. Een, uh, iemand had een soort uh, beeldspraak. een soort vergelijk van. Ja. Als je met een groot mes vlees gaat snijden. dan realiseer je. Ik heb nu een heel groot mes in mijn hand. Ja. Er is meer kans dat ik in mijn jatten snij dan met een klein mesje. Ja. En uh, dus als je met een groot mes gaat snijden, dan ben je meer alert op van ik doe nu iets gevaarlijks. En dat zoiets zou het ook met motoren zijn. Dus jij wil zeggen dat als je met een, met een compleet motorpak op de motor zit, dan, dan, dan denk je, denk je de... meer na over je veiligheid. Nou ja, of, of juist uh, omgedraaid, dan zou dat uh, het kleine mesje oh, zijn. Oh, ja. En op het moment dat je dan wat uh, uh, alleen in een t-shirtje zit, dat je dan denkt: van ja, maar ik doe nu toch wel iets wat best wel link is. Ik moet eigenlijk extra oppassen. Net als met dat grote mes waar je mee een stukje kip afsnijdt. Nou, ik moet wel zeggen dat als ik mijn motor jeans aan heb, dan voel ik me wel. Dan moet ik altijd even aan wennen. En denk van: oh, oh ja, het is motor jeans, dus veilig. Terwijl als ik in mijn two-piece uh, op de motor zit, dan heb je. je, heb je echt het, nou, dan heb je het gevoel dat je. Je hebt je laars aangetrokken en je broek. En het, het, dan voel je dat je. Je voelt je toch veiliger. Terwijl dat die motor jeans, als het goede motor jeans is, natuurlijk ja. net, zo, net zo veilig is. Maar, maar oh, net wat je zegt als je een boom tegenkomt. Ja, dan helpt het volgens mij niet. Volgens mij de Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. Over, over uh, Two Piece gesproken. Ik -piece. spreek, het, ik spreek <laughs> het expres goed uit. We hadden een reactie op de vorige aflevering met Moto Ginji. Waarbij Moto Bougie zegt: Hey Peter en Dennis, toffe gast. Hadden jullie vanavond tussen haakjes. De passie droopt zowat uit mijn JBL-box. Nou, dat vinden we fijn om te horen, want daar doen we het voor, hè, de delen van die passie. Ik zat me de hele aflevering af te vragen wat two -piece zouden zijn. Maar later bedacht hij zich dat het om een two-piece ging. Fijne avond en ga zo door, schrijft hij nog. Dus uh, Moto Bougie, uh, thanks voor je reactie. Als jij nou thuis zit te luisteren en denkt, ja, ik wil ook wat uh, laten weten. Mail ons gewoon op uh, info Of zoek ons op op uh, Facebook of op Instagram en laat daar een bericht achter. Ja, kom gerust een keertje langs. Ja, mag we ook. vinden het leuk om je, om je verhaal te horen. Als jij een leuk verhaal hebt, uh, laat het ons weten. Dan uh, ben je van harte welkom in de studio. Ja, even een drankje erbij. En uh, we zijn ook nog wel even bereid om bijvoorbeeld uh, je uitlaatgeluid te meten. Want dat kunnen we hier ook. Moeten uh, we ook eens? Nou, ik heb hem. Uh, wacht. Jij ik heb, hebt iemand ja, ik heb, um, die, die zegt dat hij graag eventjes nou, doorgemeten nee, wil worden? Ik heb uh, mijn eigen geluid even opgenomen van de week. Oké. Okay. Maar dat heb je met je telefoon gedaan? Ja, maar met de, ik had geen opnameset bij me. Maar, ja. uh... maar wij, wij kunnen hier in de, in de podcast studio van de Motorpodcast... kunnen we een uh, vrij nauwkeurige meting doen van hoeveel dB je nou creëert. Wij hebben dus een goede meetapparatuur. Houden de microfoon op dezelfde afstand als de politie bij je uitlaat, een hoek van 45 graden op 50 centimeter afstand. En dan even gas geven. En dan zien wij hier op de meter van hoeveel dB's je produceert. Dus ja, toch goed. heb ik wel het idee dat die campagne van het luid geluid is uit. Hè, waar wij ook ondersteuner van zijn. Samen met heel veel andere partijen in de motorbusiness. Dat het wel een beetje begint te landen. Ik begreep ja. wel van de, van de macht dat ze, ze hebben de, uh, het confinant nog niet aangeboden. Vanwege het demissionaire kabinet. En dat komt dan nog. Maar ik heb wel het idee dat steeds meer mensen ook in motorzaken. Laatst stond ik ook in, in bodengaven dat je toch wel mensen hoort over de uitlaat. Hoe, hoeveel, hoeveel herrie maakt die? Is dat wel ja. goed? Er, kan ik er veilig mee over de dijkjes? Dus mensen zijn zich wel meer bewust. Nou, dat is goed. Ja, dat denk dat ik. Ook. Dat denk ja. ik ook. Moeten niet te preuts worden, maar we moeten het gewoon netjes doen. Nee, nee maar daar dat hebben we het al vaker over gehad in de motorpodcast. Van, ja, het gaat er ook vooral om: hoe ga je met die motor om? Hè? Ja. Ik bedoel, uh, ja, ik heb nog een apparaat met nou niet helemaal open uitlaten. Maar uh, ja, een Harley heb je. Voor het geluid toch ook een beetje. Uh, maar op dijkjes, ik schakel nog een keertje extra op. Ik kom echt met een heel laag toerental. Het ding heeft toch koppels zat. Ja. Dus uh, met, met, met 1800 toeren, pom, 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 kom ik zo voorbij. En uh, heeft niemand last van je? En dan, dan heeft Maar uh, als ik hem echt open trek, ja dan, dan, dan is het wel heel erg. Als je dan een dijkhuisje hebt uh, uh, bij de Lekdijk voor heel veel geld gekocht. En dan uh, komt zo mijn lood voorbij. We zouden ook gewoon een keer aan de Lekdijk een opname kunnen maken een beetje dat, na het we, seizoen maar dat we onze mobiele studio daarin zitten ja. dat we er gewoon gaan kijken ja. of, of vooral gaan luisteren dat we daar de podcast doen en gewoon iedereen die uh, ja. voorbij komt uh, nou dat is misschien een idee ik begreep wel dat uh, de petitie uh, tegen de afsluiting van de dijk bij uh, Edam Monnikendam, Volendam daar ja die had ik ook gesupport van nou, ik ben het er niet mee eens om dat selectief af te sluiten maar die uh, Bezwaren zijn ongegrond verklaard volgens mij. Dus uh, de provincie, of ik weet niet wie er over die weg gaat daar. Maar die mag die weg dus afsluiten. Alleen voor motorrijders. Dus we hebben er weer een afsluiting bij, Oké. Okay, maar ik ben daar pas nog een keer. Of nog niet zo gek lang geleden. Op een door de weekse dag gewoon over dat dijkje gereden. Ja. En uh, toen was ik echt helemaal de enige. En ik heb hem trouwens niet misdragen. Ik heb niet als een dolle gereced of wat dan ook. En toen dacht ik van ja, samen zijn wel borden langs de kant van uh, motoren. Houd rekening met uw toerental. Nou, dat heb ik keurig gedaan. Ik denk van ja, op de Weekse dag. Nou, ja. Is dat dat stuk uh, uh, ten als je zuiden van, de van, de van horen, zeg maar? Ja, Als je van de Enkhuizerdijk Enk afkomt en je wil dan weer naar beneden, naar uh, richting Amsterdam, ja. dan kun je nog een heel stuk langs, de, ja, langs het IJsselmeer rijden. Uh, dat is volgens mij dat bewuste stuk. Waar ze dan, uh, wat dan in het weekend in ieder geval afgesloten is. Maar dat weet ik niet honderd procent zeker. Ik vind dat laatste zuidelijke stuk niet zo fijn. Want dan rij je echt onderaan de dijk, zeg maar. Dan zie je ook het water niet meer. En uh, nee. heel veel uh, vage bochtjes, veel troep op de weg. Dat is niet mijn, uh, nee. niet mijn favoriete. een keer lekker over de Veluwe gereden. Heerlijk. En uh, weer een stuk Brabant in. En, uh, dat is ook weer nieuw, uh, de postbank gaan ze afsluiten. Oh? Ja. De, gem de gemeentes hebben. is het volgens mij nog niet helemaal definitief. Maar wat ik begreep is dat. Uh, het voorstel is om de postbank helemaal af te sluiten. Omdat het daar gewoon simpelweg te druk is met auto's uh, en motoren. En dat alleen nog toegankelijk te maken vanaf de parkeerplaatsen. Dus daar mag je dan parkeren. En dan mag je door het gebied wandelen. en uh, wel fietsen, geloof ik. Maar niet meer met gemotoriseerd verkeer. Oké. Okay. Wat dan wel. Het is heel jammer voor ons als motorrijder. want het is een best mooi gebied. Prachtig Misschien wel stukje, een van de prachtige. Uh, Arnhem en omgeving. Ja, mooie, ja. Uh, mooie heuveltjes. En. Uh, ja, een van de mooiste stukken van Nederland, denk ik. Het uh, is dus heel jammer voor ons, maar wel goed dat ook auto's er dan niet meer doorheen ja. mogen. Dus niet selectief, maar gewoon compleet afsluiten. Maar ook op door de weekse dagen? Dat weet ik niet. Nee, ik, volgens, volgens mij compleet afsluiten. Oké, okay, want de, de, kijk, in het weekend kan ik me dat nog voorstellen als dus het echt hartstikke druk is. Maar ja, ik werk onregelmatig, dus ja, uh, ik, dat is mijn voordeel dan. Ik kan op, uh, ook door de weekse een stukje gaan rijden. En dan Je komt vanzelf een hek tegen, denk ik. Ja. Nou, dat zien we dan wel weer. De motorpodcast. Hey, nog. Ik had nog een. Uh, kijk, dit moet je echt even zien. Uh, Cadeau tip. Als je als motorrijder, uh, ik heb hem inmiddels thuis. Dit pompje. Een heel klein. Uh, het ziet er een beetje uit als een iPod. Ja. maar dan met een soort slotje eraan lijkt Precies, het. Precies, dat is het. het. Hij is wel zwaar, want er zit een uh, mega-accu in, maar het is een apparaatje van uh, Xiaomi uh -huh. uit uh, China, denk ik. Uh, 40 euro en daarmee kun je heel makkelijk gewoon op een accu'tje. Kan zelfs in je rugzak of nou, in je binnenzak past die niet. Maar het is een heel klein apparaatje. Inderdaad, het ziet eruit als een. Als een, uh, een uh, hoe heet het? Uh, ja, het is een beetje iPod. Uh, een oude of iPod, de ja. eerste generatie iPod. En die sluit je aan op je ventiel. En je kan dus gewoon meten wat je luchtdruk is in je band. En als er te weinig Kom. is, doet hij even. Pst, pst, pst. Ja. En dan kun je gewoon overal waar je maar bent. Je hoeft nooit meer naar de pomp. Ik heb er een scheidhekel aan. Je wil altijd je, band, uh, je bandenspanning checken. Dat doe ik altijd. Uh, dan denk ik van oh ja ik moet het even checken maar dan heb ik warme banden dus dan kan het niet en met dit pompje gewoon lekker thuis eventjes uh, je banden pompen uh, nou vier tientjes ja, vier tientjes dus uh, niet gesponsord dit maar nee nee, nee je hebt geen aandelen in Xiaomi nee Xiaomi is echt een uh, ideaal praatje. ja ook vooral omdat het op een akkertje werkt en dan uh, lekker uh, ja. als je onderweg bent en je denkt van, nou ik heb te weinig spanning dan uh, Oh, je hebt er uh, ook, een. Dan kom ik <laughs> Peter met, komt met zijn pomp aan. <laughs> ik, ik heb natuurlijk ook gewoon een pomp. Gewoon een, uh, maar dit is een fietspomp. Dit is, dit, dit is een uh, Cordo. <laughs> maar er zit gewoon ook een uh, ding aan voor... Uh, dit voor is ouderwets handwerk. Ouderwets handwerk? Ja. Uh, maar doet het uitstekend uh, op, de motor, op motoren, want hij heeft zowel voor auto- of motorventielen. motorventielen heeft hij een, uh, ja, een aansluiting. En uh, dan kan je uitstekend even de motor of fiets mee oppompen. Maar hoeveel druk krijg je met een voetpomp in een band? Uh, nou, heel veel. Want hij moet natuurlijk ongeveer op drie bar staan. Ja. Maar ik heb wel eens een keer, ook met het dat wat hier in de, uh, in de winkel staat, wil ik zeggen, in de studio staat... die moet wat meer hebben. Ik pomp er gerust vier bar in. En, uh, met een voetpomp? Met een voetpomp, okay. uitstekend. Dus uh, niks mis mee. En zelfs uh, mijn uh, vrachtbus... Met, voor de mobiele studio ja, en zo. Ja. Uh, ja hoor. Allemaal keurig ge gecheckt. Uh, gaat, gaat uitstekend. <laughs> Oké, okay, je wordt er een beetje moe van. Niet ja. Met een accuutje. Uh, maar het Hollandse handwerk, ik pomp ze keurig op. Ah, Oké, okay. uh, nou, ideaal. En de motor controleer ik hem hier ook regelmatig mee. Ja jongens, alle, alle tips. Als jij nog tips hebt als je zit te tip, tip, luisteren, laat ja. het ons weten. We dus het altijd in, uh, voor tips. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast. App. Ik was. Uh, was dat van de week? Ja, ik denk van de week. Ik weet niet of je nu zit te luisteren, maar ik, ik was in, in Zutphen om wat, wat kleding uit te zoeken. En ik was flyers aan het uitdelen, want overal waar je ons tegenkomt, krijg je van onze flyer in je handen. En toen gaf ik een flyer aan twee mannen die net de winkel uitkwamen en wilden net weer op de motor stappen. Dus nou, hier heb je een flyer van de motorpodcast. En uh, ik zeg, ben je bekend met podcasting? En een van die mannen, nou nee, ja, ik luister ze wel, maar alleen omdat het moet. Maar ik zeg alleen omdat het moet. en ze ja, mijn vriendin luistert en dan moet ik meeluisteren. Ik zeg nou, er is nu een, ja, er zijn geen leuke podcasts. Er is nooit een podcast voor mij. Ze zijn, ze zijn altijd interessant voor mijn vriendin. Ik zeg nou, hier is de motorpodcast, interessant voor jou, want je bent motorrijder. Oh, ideaal, want dan kan ik mijn vriendin met mij mee laten luisteren. Ik zeg nou, succes. Er zijn inmiddels 33 afleveringen van drie kwartier, dus je kan, je kan even je lol op met je vriendin. Maar misschien zit je nu te luisteren, en dan heb ik jou dus een flyer gegeven als een leuke, leuke ontmoeting in Zutphen. Oké. Okay. Nou ja, ik, ik hoor ook wel regelmatig van, van mensen die dan aan het luisteren zijn bij ons bij het Motorclubje. dan En die, die zoeken hun heil dan op YouTube met, 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 met podcasting. Die kijken dan, of ja, kijken. Luisteren via een, een televisie, dat is zo'n smart TV. Ze weten dan niet dat het een smart TV is, maar er zit een knopje op voor ja, YouTube. Ja. En als je daar dan intikt, motorpodcast, dan kom je ook bij ons terecht. Dus dat is ook een optie. En uh, ja, het werkt ook gewoon uh, op een goede manier. Dus. Ja, ik zeg altijd van abonneer je nou. Want als je je abonneert dus er elke Dat keer een nieuwe aflevering, aflevering ja. Ja, dan zit hij gewoon in je telefoon automatisch. Ja, en waar je ons kan vinden. Ja, Je hebt ons inmiddels al gevonden, maar je kunt ons dus inderdaad op YouTube vinden, Spotify, uh, de Apple, uh, Google Podcast. Volgens mij is er geen platform waar je ons niet kan vinden. Nee. En op de motorpodcast.nl. Ik wou net zeggen, als je het door wil geven aan, aan iemand die niet zo handig is met zijn mobieltje. en die lopen er bij de, mijn, mijn motorclubje ook nog wel eens rond. Hè. Van de week hadden we een ritje in. Dan moeten de, de TomToms ingesteld worden. Ja. ja, ik kan de route niet downloaden. Dat lukt allemaal niet. Ten hoop gedoe. Dan wil ik ze niet afzijken hoor. Maar ik heb dan de route wel in mijn TomToms staan. Dan moet ik ze allemaal even synchroniseren. Heeft iedereen de route weer. Ja. Nou, die gasten die dat niet voor elkaar kunnen krijgen. die verwijs ik altijd gewoon naar de motorpodcast.nl. Dan gaat het wel. Ja. Dan is het gewoon, oh, website, dat lukt wel. En dan kun je via onze website kun je ook gewoon luisteren. En dan laat je je computer maar aanstaan, dan werkt het ook. Ben je nou echt nog steeds blij met jouw tomtom? Gebruiken jullie vaak? Ja. Nou, het, het mooie is, ik, ga, ik word er steeds handiger in. Steeds creatiever, of creatiever is niet het goede woord. Wat ik vaak doe, is gewoon, ik, uh, ik rij eerst even een stukje de buurt uit. Hè. Ja. Uh, zit ik een half uurtje op de motor en dan ben ik al een heel aardig eentje richting het zuiden. En dan moet ik bijvoorbeeld bij een, bij een vriend in Domburg zijn. En dan ga ik er halverwege de A27 even af bij een pompstation. Op dat moment zeg ik: doe maar een dooltocht naar Dombe, Domburg. Ja, omdat je de routes in je omgeving al hebt die, gezien. Al die, ja, die, die, die surprise-ritjes. Want je kunt met DomTom ja. Tom heel aardig de toeristische route doen. Uh, Carmen heeft dat tegenwoordig ook, heb ik begrepen. Maar TomTom uh, Tom heeft dat al wat langer. Je kunt gewoon een, een toeristische route... of een spannende route noemen ze dat dan uh, bij TomTom... Tom, instellen. En uh, dan kom je echt op de mooiste plekjes terecht. Uh, het middelste standje moet je hebben. Want als je het meest extreme doet... dan jaagt hij ook in allemaal woonwijkjes in. En nee, weet wel, moet dan je wel, dat je ook niet hebben. Maar uh, de middelste uh, uh, stand van uh, de, de spannende route... nou, eerst even een uurtje. Of een uurtje, half uurtje, drie kwartier rijden... En dan uh, vanaf dat punt, uh, doe maar de uh, verrassingsroute, de, de, de dooltocht naar eindbestemming. Ja, en dan kom je op plekken, jongen. Dat is echt ja, dit, dit, ja, dit, fantastisch. Ja, 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 ik ken dat. Ik ga dan wel vaak gewoon, dan, dan maak ik de route vanaf mijn huis en dan gewoon naar een benzinepomp ergens langs de snelweg en daar dan de snelweg af. Dus, uh, ja. nou, ik zit er wel te twijfelen, want ik heb alleen maar oornavigatie, dus ik hoor hmm. alleen maar uh, gaan links of gaan rechts af. En ik mis soms wel gewoon een schermpje waarop ja. je gewoon de kaart kunt zien. En dat je dan weet van hierachter ligt een provinciale weg. Of alleen um, op mijn uh, stuur is vrij lastig ja, een quadlock of zo ja. te monteren. Maar ik heb nu een plekje gevonden waar die als goed is precies zou moeten kunnen. Ja. Alleen nu las ik weer, dat afgelopen weken was in het nieuws. dat juist met een quadlock. Uh, en de trillingen van je motor. je iPhone uh, naar zijn grootje gaat. Dus ja. Ik dacht ik, ja, dat vind ik wel weer een beetje zonde van de iPhone. Ja. Die zijn natuurlijk niet voor gemaakt, voor dat soort dingen. Dat snap ik ook wel. Nee, maar, maar ja, ik, ik, er zijn wel van die speciale dingetjes. Die ja, ook er moet zo'n demper dan weer tussen. Ja, rubber dingetje, ja. weet ik veel wat. Maar uh, ik zie ook Legio motoren gewoon met een quadlock. En volgens mij is iedereen er blij mee die dat gebruikt. Ja, nou, ik heb het ook wel eens een keer gehad. Of tenminste de iPhone, uh, dat moet ik wel zeggen, dat was een oudere iPhone, voordat ja. ik een TomTom -tom had. Aan mijn stuur gemaakt en inderdaad, die ging wat rotter werken. Dus die ging niet meteen kapot. Hmm. Maar die ging gewoon wat rot. Moet ik wel zeggen dat dit is alweer een poos geleden hoor. Dus ik denk dat de nieuwste iPhones die je ook kunt schudden voor een andere functie. Uh, ja, die moeten er toch weg. Ja. Maar ik ga het toch maar proberen en dan, uh, op hoop van zeven. De motorpodcast. Passie voor motoren. Veel reacties nog gekregen op alle vorige afleveringen. Mike W. schrijft: Ik luister jullie podcasts altijd tijdens de wandeltochten. die ik s'avonds nog wel eens maak. Leuk en leerzaam, Mike. Tof om te horen. Um, Even kijken. Oh ja, ik vroeg ook: van Wat is jullie favoriete aflevering? Uh, laatst via Instagram. Iedereen zegt wel, toch met stip op nummer 1. Althans, heel veel mensen zeggen dat. De reisavonturen. Jullie ja. podcast is favoriet. Bij mij zeker de avonturen met medemotorrijders. Maar reisavonturen. Hier ook reisverhalen schrijft uh, Lars Verbrakel. Ga er mee door. Het blijven de mooiste afleveringen. Uh, jullie podcast is favoriet. Bij mij zeker de avonturen van medemotorrijders. Dus volgens mij moeten we meer uh, over reizen gaan hebben. We moeten, we moeten een gekkere dingen doen. Wij ook alle twee. Meer reizen. Meer reizen. Ja, zeker moeten we reizen maken. En als je van reizen houdt en uh, motorreisverhalen, uh, de volgende aflevering. Aflevering 34 is een hele interessante. Die namen wij op met uh, Maurice Leden. Hij is presentator bij BNN 3 op reis. Hij heeft op zijn motor vorig jaar tijdens corona een hele motortocht gemaakt uh, van Nederland naar Zuid-Frankrijk. Ja. De, de route nationaal, maar dan van de snelweg af en dan de oude route nationaal. En hij is recent uh, op IJsland geweest. En we spraken hem een tijdje geleden. Toen was hij net terug. En hij echt net een paar dagen. Hij zat nog helemaal hoog in zijn energie. En hij heeft met de motor een, een reis door. Uh, of over IJsland gemaakt? Ja, een, een behoorlijk gevaarlijke uh, tocht ja. met heel veel uh, toch wel behoorlijk tegenslagen ja, dat dat zei ook. Een ja. pakken we vanaf gesoden, Veel en, training ook gehad ervoor. Ja. En uh, een van die trainingen was onlangs al op tv te zien. Hè. Tenminste, ik zapte er toevallig naartoe. Hé, hey, ja. daar heb je Maurice weer. De eerste afleveringen zijn geweest, want hij is gaan, een stukje gaan rijden van de TED. Ja, de Trans-European Trail. Thrill. Ja, volgens mij dat zo. Ik zeg altijd TED. Ja. Ik weet niet eens waar die letters voor staan, maar TED Door het rullenzand, zeg maar. Ja. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan, maar ik zag hem. Dus hij werd getraind door Mike on the bike. Trouwens, binnenkort ook ja. bij ons te gast. Gaan we ook spreken? Dus uh, die zit ook vol met interessante reisverhalen. Dat denk ik, ja. Dus dat gaat zeker goed komen. Dus hou daarvoor ook de Motorpodcast in de gaten. Maar in ieder geval, hij was dus aan het oefenen op een stukje in de Achterhoek, geloof ik, was hij aan het rijden. Ja, dat ging nog niet zo heel erg lekker, want in het kleine stukje wat ik gezien heb van driehoekreis, viel hij er wel drie keer vanaf. Dus hij had nog even... Ik moet je eerlijk zeggen dat dat zand mij ook niet heel erg fantastisch leek om te rijden, maar hij bleef wel een paar keer, toen hij Emmel. Volgens mij was hij drie, vier keer gevallen. Toen bleef hij wel staan. Want je moet niet zitten, maar je moet gaan staan. En veel tips van Mike. Maar ik geef je te doen. Wat had hij? Een Triumph. Ja, waarmee hij ook naar IJsland was geweest. Volgens mij is het echt enorm pittig. Hij had het op een warme dag. Dus het was ook nog eens een keer afzien. Nou, ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Ik heb een Yamaha Tenere gehad. Ook een Allroad. En uh, ook even fanatiek uh, dat uh, gaan doen. Gewoon om te kijken. Want ik dacht, nou, dat vind ik toch wel erg wel spannend. Ben ook met een groepje mee geweest naar Duitsland uh, om daar in uh, Zwarte Bout uh, een, beetje, ja. een beetje te crossen in te doen. En daar zat op een gegeven moment ook een stukje bij dat je door een beekje heen moest. En uh, nou, zoveel ervaring heb ik er niet mee met, het, uh, met dat offroad rijden. En het was ook van uh, nou, oké, okay, staan gast erop en hup door het beekje heen. En, ik dacht van: Nou, als ik nu val, dan zuigt de hele motor zijn gasten vol met water. Doet hij het gewoon nooit meer. En uh, het, het, het kwam goed, maar uiteindelijk vond ik het ontzettend vermoeiend. En ik zat ook het hele end tijdens dus die hele tocht. Eigenlijk een beetje aan het, ja, aan mijn max. Mm. En uh, dat je gewoon denkt: van, godverdomme, het, dat, het, het gaat net, maar er hoeft ook maar dit te gebeuren en uh, het gaat niet meer. Dus ja, ik vind het respect hoor voor Maurice dat hij dat heeft gedaan, die, en de training en, uh, naar IJsland. Maar ik weet niet of het echt genieten is. Nee, nou, ik, uh, ik vond het dus niet genieten. Ik, nee. van, het is ja, niet relaxed. Nee, achteraf had ik echt zoiets van. Nou ja, euh, leuk om het een keer gedaan te hebben. Hè? Je hebt dan toch wel het idee van. Nou, ik heb een keer all road gereden. Ja. Maar ik had niet zoiets van. Oh ja, volgende week weer. En, uh, ik denk dat het genieten meer zit in. Ik wil van A naar B. En dat wordt een, sp een spannende rit. Uitdagend ja, ja. En, en vermoeiend. En dat je dan. Je geluksmoment is als je er bent op, op punt nou, B. Um, en je komt ook op enorm mooie plekken. Dat wel. Maar het, ik moet je dus heel eerlijk zeggen. dat ik dus die mooie plekken. Ik had er op een gegeven moment geen oog meer voor omdat ik alleen maar bezig was met ik moet het volhouden, ja. ik moet blijven staan, balanceren. ik moet uh, ja, balanceren. Dus echt genoten heb ik er niet van. En uh, uiteindelijk heb ik ook zoiets gehad van nou eens, ik stop daarmee dat dat gecross, uh, dat, dat of tenminste all rood rijden, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat is toch niet mijn mijn dingetje. Ik ga gewoon lekker Harley rijden. Want dat had ik ook al eerder gedaan. Dat, dat spreekt mij meer aan, gewoon een beetje een potje ploffen, zoals ze dat dan zeggen. Hè? Ja. Uh, bup, 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 bup. ja, dat doe ik. En gewoon relaxed rijden. Ik, ja. ik hoef niet meer door het Mulden zand. De motorpodcast. Wanneer hadden we motorcircuit training? Is dat aflevering 9 geweest? Toen zei een van de, de mannen over relaxed rijden en het uh, ding besturen, dat ging over die BMW S1000 RR. Ja. En, uh, daar kan iedereen het op, toch? Ja, toen op De uitspraak was toen: zo'n S1000RR is eigenlijk voor mensen die geen bochten kunnen rijden. Nee. Over beheersing van je motor gesproken. En jullie gingen daar op, op Instagram nogal los over. Uh, Ruud uh, van de familie Vaan uh, zei: weg met al die elektronica. Oldschool riding met ballen heb je dan nodig. Ja. Die is natuurlijk helemaal niet van de, van de elektronica en de hulpmiddelen. Uh, Michael van der Mark moest er nogal uh, om lachen. Ja, logisch natuurlijk, want uh, ja, als de één bochten kan rijden, dan is hij het wel. ...werd ik weer op gereageerd van... ...ja, Michael, jij kan ook geen bochten rijden, rijden smiley. Uh, Sven die schrijft dan weer... Uh, ...haha, wat een onzin. Het was natuurlijk enorm cynisch... Uh, ...of weet het het, uh, ja. bedoeld... ...met een enorme knipoog. Um, als er 1.000 cc soepel rijdt... ...in de bochten... ...dan is het de S1000RR wel... ...schrijft Chantal Doortje. nou Ook zij kan het weten volgens mij. Ja. Um, Jij bent nog steeds niet op het circuit geweest hè? Ja, ik heb dat eens een keer eh, ook met die TNR, heb ik een rondje over eh, Spa francorchamps Couchant gedaan. Ja. En dat was om even te kijken hoe hard hij dan wel kon. Dat was ik met een vriend naartoe. En het, was er een mogelijkheid om even. even maar niet met training. Nee. En achteraf denk ik, ook omdat het kwam ook bij circuit training eh, in die aflevering kwam het ook eh, naar voren. Dat ze zelfs met een eh, met een club die Hardy rijden, hebben gezien. Dat ook een keer gedaan ja. hebben. En ja, ik, ik vind het op zich wel leuk, maar zoals jij dat doet, echt met een knietje aan de grond en, en kijken of je betere rondetijden kunt halen, ja, dit, dit, dan val ik door de mand. Dan, dan echt, dit, dan, ik weet nu al dat ik als laatste ga eindigen en al doe ik heel erg mijn best, dan ben ik de ene na laatste. En uh, dit, ja, nee, dat nee, je is, moet het vooral doen als je denkt dat je een leuke dag gaat hebben, als het zo. Uh, ja, nee, dat, ja. Ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat voor, voor je skills, hè, dat je gewoon dat je zegt van. Je leert er zeker wat. Dat, dat het zeker geen kwaad kan. Maar nogmaals, ik, ja, misschien is dat de leeftijd. Nou ja, ik zit in Wat is het? Mid, midden- 50's, hè? mid 50 zeggen, ja. zeggen de Amerikanen. Ik zit in de mid 50 ik, ik moet gewoon lekker een beetje rondploffen. En dat vind ik leuk. En daar geniet ik van. En ja, dat moet het dan maar zijn. Moet je wel zeggen dat ik wel een beetje genezen was. toen ik uh, uh, ja, via het YouTube-algoritme opeens op uh, Accidents Nürburgring uitkwam. Oh ja. En dan zie je dus echt een kwartier lang... Nou niet, alleen maar auto, of niet alleen maar motorrijders... maar ook automobilisten op de Nürburgring onderuit gaan. Ja. Een bepaalde bocht dat je echt denkt van... ja, ik snap ook eigenlijk niet... waarom je op dat circuit wilt gaan rijden... met je motor. Waarbij je ingehaald wordt door allerlei maloten. Ook in auto's, gewoon door elkaar heen. Ja, Toch is. een beetje vraag om problemen, denk ik dan. Maar, ja. ja, ik heb nog niet zo gek lang geleden... een YouTube filmpje gezien over een man... die feitelijk zijn eigen dood filmt. Er is dan iemand die... Met een YouTube-camera of met een, een GoPro. Yeah. Die gaat onderuit en je ziet dat dus ook gebeuren. Dus hij, hij valt en je hoort hem ook. En je hoort hem ook stuiteren over de asfalt. En dan is dan: dit, zijn, dit waren zijn laatste woorden en zijn laatste beelden. Oh, en ja, dat is ook een... van, oh man. Dat, dat is dat, minder. Ja, ja dat is uh, zeer onprettig. Dat dus weet je niet mee, maar uiteindelijk wil ik nooit. Vind ik ook, we zijn deze podcast ook begonnen met over, over, over wat er mis kan gaan. Eigenlijk wil ik daar zo min mogelijk over nadenken. Precies, precies. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. Waar het, waar het trouwens heel vaak goed gaat om even dat bruggetje te slaan, is: daar hebben we het ook eens eerder over gehad? Over het rijden met een cameraman of fotograaf tijdens, nou noem de Tour de France. Of, uh, ja. Daarvan zei ook iemand: we moeten eens een keer kijken of we met zo iemand kunnen, kunnen afspreken. Want dan over skills gesproken, dan moet je en de snelheid ja. van het peloton in de gaten houden. Je bochtenwerk moet natuurlijk fantastisch zijn, want dat zijn vaak hele bochtige, bochtige ritjes. En je hebt ook nog eens een keer iemand achterop met een camera. Ja, volgens mij is dat een van de Goldwing mannen in een eerdere aflevering. Ja, Ik ben klopt. even het nummer, uh, de aflevering uh, vergeten. Ja. Um, maar in ieder geval die deed dat ook. Die ging met, uh, die zei van uh, het allerhoogste wat je kunt bereiken is uh, wielerrondes ja. begeleiden. En dat deed hij met een Goldwing. Zeg maar de Goldwing, dat is toch een enorm ding. Die, die krijgen tot nauwelijks een rotonde rond of weet ik wat. Maar juist daarmee kreeg hij dat goed voor elkaar. Ja, dat dus zei de, ja. En Chimene zei andersom weer dat zij met een camerateam in, in Amerika de Route 66 had gereden. En zij zei ze van ja, dan heb je ook nog eens een keer een cameraman achterop zitten. Dat is echt wel heel pittig. Ja, dat is zonder meer een ja. feit. Ja. Ik, ik vind het, uh, mijn motor is er ook echt niet voor gemaakt. Uh, de de CBR600RR om iemand achterop te hebben. Het kan, voor noodgeval is het te doen. Maar ik, ik, vind, het, uh, ik vind het geen pretje. Nee. Je hebt toch 80, 90 kilo extra achterop. Het zit, de passagier zit heel hoog. Ja. Op zo'n dingetje, op zo'n heel klein zitje. Een uh, supersport is daar gewoon niet voor gemaakt. Jouw motor is daar beter in. Eh. Ja, nou sterker nog. Uh, ik merk het niet eens als mijn lief achterop zit. Serieus is niet? Uh, want het ding is al zo lomp van zichzelf. Ja. Dat als daar nog een, uh, een kilootje of 70 bij komt. Uh, of nog ietsje meer. Dat, ik voel het niet eens. En maar. pas is mijn buurman een keer meegereden. Omdat we hier wat op moesten halen in de studio. Ik zei van nou ja, uh, rij maar even mee op de motor. Zeg, ja, zei, kan dat dan? Ik zei, oh, we gaan maar zitten. Dat komt wel goed zet een helmpje op en, uh, en gaan en dat het niet eens door weet je dat hele apparaat weegt rond de 400 kilo en ja ikzelf ben ook niet de lichtste als er nog een nee, die 80 kilo meer of minder maakt ook niet nee, uit dat, dat nee dat voel je nee. eigenlijk niet meer en als je dan in de bocht legt ja dat uh, ja bedoel, uh, hij komt er wel de bocht om ja. en dan komt ook wel weer uh, ja het gaat eigenlijk wel goed maar over, over cameraatjes en zo meenemen. We hebben al verschillende vloggers ook gehad hier in de ja, motorpodcast. Uh, ook dat is inmiddels niet meer mijn ding. Ik heb van een hele uitrusting compleet met een harnas wat je aan kan doen. En ja. de, uh, uh, je gaat niet meer filmen? Nee. Ik, ja, ik Dan geniet ik niet van het motorrijden. Ik heb het laatst ook een keer gedaan dat ik hem op mijn kuip gemonteerd en toen dacht ik ja, dan heb je shots gemaakt en dan kom je thuis en dan, dan zit je er terug te kijken. Ja. En ja, dan is het dan toch anders. Maar ben jij dan niet, want dat, dat heb ik dan. Want ik, door, door de weekse dagen werk ik af en toe ook als cameraman. Ja. Ik ben dan zo bezig met de camera. Op dat moment als hij op de motor zit. Of hij hangt aan mijn lijf. Of weet ik veel wat. En ik zit op de motor. Dat ik voortdurend gefocust ben. Gaat het wel goed? Is mijn beeld wel goed? Is het een beetje keurig ja. in beeld? Uh, ga ik nu niet te ver. Want ik heb hem dan op mijn borst zitten. Ga ik niet te ver voorover zitten. Waardoor ik uh, te veel... Uh, te veel van de volkant van de ja, motor. Ik, ik heb hem op mijn spiegel gemonteerd. Dus hij zit gewoon aan mijn kuip vast. Op een ja. vaste positie. De, wat wel leuk is. Want het dan zie je ook echt dan wel, weer niet. Nou, dat valt. Als je een groot shot neemt. valt dat wel mee. Mm -hmm. Maar dan zie je dus wel echt ook de hellingshoek van de motor en zo. Dus het ziet er. voor niet-motorrijders ziet het er. als je een bochtje neemt. heel indrukwekkend uit. Want die ja. denkt, nou. Uh, hoe doe jij dit? Ja. Uh, maar inderdaad, je bent dan wel bewust. als je bij, weet ik veel, bij een mooie bocht komt. dat je denkt, oh, er komt zo meteen een mooie bocht. even die camera aan. Ja. Maar ja, dan moet je het of helemaal monteren. En ik vind het echt chapeau hoor. Ook uh, uh, slapsite en zo. De jongens die we eerder in de uitzending hebben gehad. Uh, Moto Gingi, noem maar op. Motocammel. Uh, wat zij ervan maken. Van een meestal toch saaie motorrit. Ja. Met leuk commentaar. Mooi gemonteerd. Ja, ik vind dat knap. Het is aan mij ja. niet besteed. Wij blijven voor, vooral bij audio, denk ik, met z'n tweeën. Maar ja, motorvloggen, als je dat goed doet, leuke teksten eronder zet. En soms, ja, zeker die, die van Slapside, soms zit je video's terug te kijken. Dan zit je echt wel te lachen. Dat je denkt, ja, ja wat gedaan. beleef jij nou weer op de motor? Ja, dat is zo. Maar als ik aan het filmen sla, de, nou ja, dan weet ik gewoon... Dan ben ik zo ontzettend bezig met, zijn de beelden wel goed? Ja. Dat ik trouwens ook nog wat minder goed... Dat hebben we ook aan uh, uh, Motocam voorgelegd, uh, die ging op een gegeven moment ook hele verhalen houden op de, op ja, de motor. Precies. En daar zocht hij dan een, een stil stukje dijkweg op. En daar ging hij dan zijn commentaar, commentaar doen, in spreken. Ja. Als ik dat ga doen op de motor, ga verhalen vertellen. of ik ga. dan, dan rij ik echt als een dronken banaan. Want ik kom gewoon niet meer toe aan goed motorrijden. Nee. Want dan ben ik bezig met. ook oh, mijn verhaal moet goed zijn. Mijn camera moet goed zitten. En, en vanaf dat moment. ik oh, echt. ik reis ook slecht motor dan. Dus. Ja. Uh, Bovendien geniet ik dan ook niet meer van het motorrijden. Dus ik moet echt. Of filmen als cameraman. En dan weet ik veel voor de RTL'etjes en dat soort uh, clubs. Of ik moet op de motor gaan zitten en gewoon motorrijden. Ja, en toch ook als je. Dan zou je voor de gein een paar video's. Ik heb het al eerder aangehaald. De video's van uh, Juriaan uit Amsterdam. Uh, Pompert live. Ja. Ik denk dat, dat heel veel van jullie hem wel kennen en kennen niet. Ga vooral een van zijn video's bekijken. Die doet echt de meest maffe en toffe dingen. Maar die maakt er ook echt hele leuke video's van. Maar ook echt ongezouten commentaar, wat je dan uit die helm hoort komen ja. over mensen langs de weg. Of ja. Hij heeft echt uren aan vlogs, heeft hij live staan. Ja. En uh, hij doet ook aan drag racen en uh, ja, doet echt maffe, idiote dingen. Ja. Maar uh, ja, ik kan er wel van genieten. En, en duizenden mensen met mij, want hij heeft views van hier tot Tokio. Ja. Nou ja uh, mijn favoriet is dan toch Motocamel. Ja. Uh, die. Uh, ja, no-nonsense uh, op een, uh, wat is het echt? een Tenere 700, geloof ik. Gaat dat, hij daar mee ja. mee uh, echt met een teentje. Ja. Dat is weer, dan weer niet mijn ding. Maar hoe hij dat dan beschrijft, hoe hij dan uh, uh, door, door Noorwegen en zo rijdt. Ja. Dat doet hij echt op een leuke manier. Ja, hij kan ook leuke, leuk ongezouten commentaar geven. Ja, dus. En um, ook wel eens vaker aangehaald, non-stoppie. Die woont denk ik ergens in de buurt van Soetermeer, Den Haag in ieder geval ergens in Zuid-Holland. En die, uh, die bleef ook hele gekke avonturen. Is tijdens de lockdown-periode dat we allemaal een avondklok en zo hadden, uh, is die op zijn motor um, voor thuis bezorgd gaan rijden. Ging die pizza's bezorgen op zijn motor, op zijn KTM, volgens mij toen. En um, die moet ook elke garage die die passeert, daar gaat hij in. Dan gaat hij de garagecheck doen. Okay. Of het geluid wel goed is of de slip, allemaal met een knipoog natuurlijk. Maar komt, hij komt ook wel echt op hele mooie plekken. Dat je denkt: van, nou, een prachtige een fotospot bijvoorbeeld. Of uh, soms raakt hij ook opgesloten in de garage. En het uh, zijn ook leuke vlos. Non-stoppie. Oké. Okay. Wil anoniem blijven, dus ik weet niet of hij ooit een keer in de podcast wil komen. Nou, misschien, maar krijg, maar anoniem, misschien krijgen we hem nog een keer ja, zover. De motorpodcast. Wat moeten we in ieder geval nog even bespreken? Want we zijn er um, bijna doorheen. Hè? Ja, volgende aflevering dus met Maurice. Uh, gaat over zijn IJsland-trip. Nou, als, als je van motorverhalen hoort, moet je die zeker even, even terugluisteren. Uh, ja, heel veel mensen willen Michael van der Mark uh, horen. Onze Nederlands beste motorcoureur. Ja, coureur. Uh, uh, ja uh, kunnen we best een keer uitnodigen. Alleen ik ja. weet eigenlijk helemaal niks van motorracen. Oh, maar ik dacht dat jij bent er zelf een beetje in bent. Nee, ja, ik heb het circuit. Ik het circuit, mag geen naam hebben, maar uh, uh, dat is vooral training en, en, en niet echt tijdgebonden. Maar echt ronde tijden op assen en zo, dat, dat zegt mij niet zoveel. Ik ben wel heel benieuwd naar de passie achter Michael. Van waarom is hij gaan motorrijden en waarom. Ja, het trekt hem ook echt de snelheid. Euh, maar onze kennis van, 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 van Renzen ja, gaat gewoon niet zo ver. Dan moeten we het gewoon aan hem vraag. Daar zijn we toch ook voor. Ja, vragen want jullie vragen aan. er wel om. Heel veel mensen die nu zitten te luisteren, die ja. iemand uitnodigen, dan moet het Michael van der Mark zijn. Dus uh, ja. Ja, moeten we moeten misschien daar een keer aan werken. Uh, ja, we moeten voorzichtig een beetje vooruitkijken naar de motorbeurs. Hè, want die ergens begin volgend jaar, hè, het gaat allemaal goed, hè. fingers crossed met corona. Dus hopelijk komt er volgend jaar weer een motorbeurs. Ja, dan, dan zijn wij er in wat voor vorm dan ook. Ja. Want dus, uh, de motorbus, daar moeten we natuurlijk zijn. En uh, Westland op Wielen. Die maakt uh, hele mooie custom bikes ook. Daar uh, zijn we ook mee aan het kletsen. Komt vast ook een aflevering binnenkort van. Nou, we hebben natuurlijk nog uh, uh, het Goldwing Forum. gaan we het ook nog ja. over hebben in de volgende aflevering. Ja, en Mike on the Bike. Dus als je vragen hebt voor Mike on the Bike, over het. Uh, Offroad ja. rijden natuurlijk. Serieus of rijden. Uh, was Rintje Ritsma, kwam die niet ook al eens een keertje ja, voorbij ben? Ja, maar die is heel druk, heeft een hele drukke agenda. Uh, Ronald Molendijk zit ook al heel lang op de agenda. Hij heeft het ook heel druk, maar zijn motor is bijna af. Zijn, zijn Ducati. Oh, nou, als die af is, dan moet hij hier zeker even langskomen. Onderhanden genomen door de mannen van uh, Moto Adonis. Ja, ook een leuke aflevering trouwens. Ja. Daar moeten we trouwens ook nog een keer langs. Hè? Ja, want ik ben wel benieuwd hoe een nieuwe werkplaats eruit ja, ziet. Ja, want toen wij er waren, toen... Waren er grote plannen en was het nieuwe gebouw al aangekocht? En zaten ze eigenlijk nog in het oude gebouwtje. Ik maar... moet wel zeggen dat die oude schuur, echt, de barn van de Barn Brothers, was wel een fantastische werkplaats. Ja, dat was echt een plek dat, dat is gewoon een... Met een houtkacheltje aan. Dat was een ijs en ijskoud, dat weet ik nog. Jongens, speel, speelruimte. Maar goed, daar moeten we zeker nog een keertje langs. En, uh, want ze zitten in een nieuwe voormalig ijsjesfabriek, geloof ik. Maar in ieder geval. Uh... Ja, de, aflevering 16 was dat. Als je daar alles over 16. wilt weten, dan uh, en, moet je toen aflevering al passen. Brothers, maar ja, ze maken echt mooie dingen. Ja, absoluut. En uh, ja, de Ducati van Ronald is uh, volgens mij bijna klaar. Dus uh, daar moeten we hem eens over aan de, aan de tand voelen. En als je nou denkt van ja, ik heb ook een tof idee, laat het ons vooral weten via themotorpodcast.nl of zoek ons op op Facebook of op Instagram. Je vindt ons uh, bij het groene helmpje. De motorpodcast, kan niet missen. De motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast, app.